Dank u, voorzitter. Voorzitter, het is mijn medespeech en staat u mij toe een persoonlijke noot toe te voegen. Want voor u staat een trotse vrouw. Een vrouw die al heel veel overwon in het leven. Geboren in de kolonie, waar de oma van mijn moeder nog als slavin te werk gesteld werd. En dan de grote oversteek als dreumes naar een moederland, waar ik er ondanks mijn bij geboorte gegeven Nederlandse paspoort toch nooit helemaal bij schijn te horen. Ik ben in mijn leven al officieel buitenlander, medelander, nieuwe Nederlander en allochtoon geweest. Of, ook heel populair was, exotisch. Een generationele buitensluiting die zelfs mijn prachtige kleinkind nog op haar schouders zal dragen. Haar grootmoeder is tenslotte niet in Nederland geboren. En als geen ander zie ik, weet ik, voel ik, heb ik ervaren hoe zwaar het kan zijn om zulke uitsluiting te overwinnen. En voorzitter, het lukte mij. Met vallen en opstaan. Maar wat nu als ik daarbij hulp nodig had gehad van de overheid? Wat nu als ik op mijn 21ste als alleenstaande moeder aanspraak had moeten maken op kinderopvangtoeslag? Dan stonden mijn kinderen en ik, net als de vele gedupeerde gezinnen, nu te kijken naar de brokstukken van ons leven. Dan stonden we ons wanhopig af te vragen, hoe nu verder? In de afgelopen dagen sprak ik enkele van die ouders, voorzitter. Met hun hartverscheurende verhalen bevestigden zij de noodzaak die ik 5 jaar geleden voelde om de politiek in te gaan. Dit land staat aan de rand van een ravijn waar burgers stelselmatig zo diep mogelijk in worden geduwd. En voorzitter, ik walg van het gebrek aan menselijkheid, het gebrek aan redelijkheid, het gebrek aan verantwoordelijkheid bij dit kabinet. De notulen van de ministerraad hebben aangetoond dat gebeurtenissen van het toeslagenschandaal geen ongelukjes waren. Integendeel, het was de bedoeling dat ouders schuldig waren dat het tegendeel was bewezen. Het was de bedoeling dat zij tegen hun eigen weten in als fraudeur werden bestempeld en dat er goddeloos hard werd ingegrepen op die vermeende fraude. Het was de bedoeling dat etniciteit en nationaliteit daarin een rol zouden spelen. Het was beleid met de intentie om alles en iedereen voor dit doel onder de bus te gooien. Om gezinnen kapot te maken. En het zijn niet enkel de ouders van het toeslagenschandaal waarover het eigenlijk gaat vandaag. Het zijn de peren van de aardbevingen in Groningen. En het is een ieder die slachtoffer werd van institutioneel racisme bij de politie. DND, het UWV. Eigenlijk zo'n beetje elke uitvoeringsinstantie die we in Nederland kennen. Het is het verdubbelde aantal daklozen sinds het aantreden van Mark Rutte. Het zijn de jongeren die de jeugdzorg verder kapot zagen gaan, de ouderen die al 10 jaar wachten op een eerlijk pensioen, al die mensen die omkomen in de zorgkosten. Het zijn de mensen die verder in het nauw zijn geduwd door de falende participatiewet. Het zijn de werknemers die nog steeds strijden voor eerlijke lonen sinds de crisis van 2008. Het zijn de nabestaanden van hen die letterlijk doodziek werden van dit beleid en de nabestaanden van hen die het eigen leven namen omdat ze het licht aan het eind van de tunnel niet meer konden zien. En voorzitter, de oplossing is geen nieuw leiderschap dat ernstig stinkt naar mottenballen. De oproep voor een andere bestuurscultuur is geen apolitieke boodschap. De keuze voor democratisch bestuur betekent juist dat we onszelf moeten vragen om deze ideologie te veroordelen en ermee te breken. De tijd van vragen, ah, hoe kan dat nou? Waarom? Leg het eens nog een keertje uit. Die is wat mijn partij betreft voor eens en voor altijd voorbij. Althans, hier in de Kamer. Het lijken mij vragen voor de rechter en op zijn minst voor de parlementaire onderzoekscommissie. Deze Kamer is de getroffen ouders, hun kinderen en nabestaanden 3 dingen schuldig. 1. Volledige rehabilitatie, dat gaat verder dan compensatie. 2. Kamer, alsjeblieft, grijp de macht terug. 3. Herstel de rechtsstaat. Dat is de opdracht waar we nu voor staan. En voorzitter, omdat het mijn medespeech is, hoop ik dat u mij toestaat toch even kort een oproep te delen met de Kamer die ik zojuist ontving van een van de gedupeerde ouders. Ik zoek hem even op. De gedupeerde ouders vragen ons het volgende. Sla de handen nu in één en steun de motie van wantrouwen en de aangifte. We hebben jullie nodig. Please, laat dit stoppen. Het is onuithoudbaar. We zijn gebroken en willen rust. Het gaat niet over de poppetjes in vak K, de beleidsvoerder, dat zij kunnen blijven. Want zij zullen niet veranderen. Het is de aard van het beestje. Het gaat over ons, de ouders. En nog belangrijker, onze kinderen. Onze toekomst. Voorkom alsjeblieft dat zij nog meer ellende meemaken dan wat zij al kennen. Ze staan 4-0 achter. En door wie? Voorzitter, gehoor geven aan deze oproep is de opdracht waar wij nu voor staan. En die opdracht betekent dat dit kabinet vandaag nog naar huis moet.
Dank u wel, voorzitter.